ik had een oorspronkelijke schuld van €550 en die is opgelopen tot 10.500 euro. Tot het natuurlijk deurwaardersbrieven binnenkreeg, die ik ook in de la gooide. Ik had al aangeklopt bij schuldhulpverlening van de gemeente, maar die doen niks meer op het moment dat je uitkering wordt stopgezet. Ik was eigenlijk na het overlijden van mijn man heel erg onverschillig geworden. Ik dacht, ik gooi alles maar in de la en ik had nergens geen omkijken meer naar. Tot het natuurlijk deurwaardersbrieven binnenkreeg. Ik moest eigenlijk toneel blijven spelen in de straat, want wij waren al met twee altijd de vrolijke mensen en iedereen dacht dat we, ik weet niet wat te verteren hadden, terwijl dat dus helemaal niet waar was. Mijn ene dochter die ging toen trouwen en die wilde graag zo'n LED-TV en zo allemaal hebben. Ik zeg, ik bel Weekamp wel even. Want ik wilde niet weigeren en ik denk, ja, gekend zal niks meer geven. Dus, en zo is het eigenlijk gekomen en dan weer een keer een wasmachine voor ze en toen had die ander weer een droger kapot. Toen wou mijn kleindochter zijn televisie op de kamer. Ja, en ja, en Weekamp die stuurde wel. Net als in de rest van Nederland geven de Eindhovense krachtwijken een wisselend beeld. Aan de ene kant het leven op straat, de gezelligheid en de grote sociale samenhang. Maar een relatief grote groep mensen heeft problemen. Mensen die niet opvallen in de straat. Mensen die niet meer buiten komen en de voordeur zorgvuldig gesloten houden. Zo ook JP. Hij raakte diep in problemen door een administratieve fout van zijn energieleverancier en durfde niet meer buiten te komen. Toen ik met mijn NRE-verhaal naar de rechter ging, uiteindelijk, vond hij het ook verschrikkelijk dat ik al 6 of 7 jaar gecoïneerd werd door die instantie ten gevolge van rekeningen die niet van mij waren. Dat vond hij ongelooflijk, maar dat schijnt, ja, dat is normaal, blijkbaar. Mevrouw van Nistelrooy had het al moeilijk en kreeg het nog lastiger toen ze zonder vergoeding ook nog de zorg voor haar kleindochter moest overnemen. Dus eerst werd ze heel de dag hier gebracht en 's avonds opgehaald. Het heeft geloof ik een week geduurd. Toen werd er gevraagd of ze ze maandags mochten brengen en dan vrijdagavond ophalen, want ze toch iedere avond hier zaten. Toen zijn we ook mee akkoord gegaan en dat heeft denk ik 1 of 2, 3 geduurd en toen zijn ze ze maar niet meer op komen halen. Welzijn Eindhoven ontwikkelde de aanpak aan beide zijden van de voordeur om mensen die zelf de weg naar hulpverlening niet vinden toch te bereiken. Er wordt bij mensen aangebeld op eigen initiatief of door een signaal vanuit het opbouwwerk, de buurt of partners. Een maatschappelijk werker bezoekt de buurtbewoner, brengt de problemen in kaart en pakt ze samen aan. Het feit dat Roos bij mij binnenkwam en thuis kwam en in heel die periode ook gewoon de afspraken bij mij hier thuis heeft afgehandeld. Dat heeft denk ik heel erg veel verschil gemaakt met betrekking tot serieus genomen worden. Het cruciale verschil met hetgene wat ik voorheen heb meegemaakt in de hulpverlening is het feit dat ze bij je aan tafel komt zitten. In je huis. In de ellende komt zitten waar je leeft. En niet afstandelijk is. We maken hier de post open. Hier doen wij bellen naar instanties. In het geval van JP moest eerst zijn financiële situatie worden gestabiliseerd. Ja, sowieso zijn uitkeringen opstarten, zelfs met terugwerkende kracht. En daarmee dus ook een hoop schulden van vaste lasten meteen af kunnen lossen. Dus ook voorkomen dat hij
dat hij verdere problemen kreeg met energiebedrijven of woningbouw. Waardoor hij in ieder geval weer buiten durfde komen. De JP had ook heel veel last van deurwaarders. Dat zorgde ook voor dat hij soms ook gewoon echt de deur niet meer open durfde te doen, de telefoon niet meer opnam, dus zich echt ging isoleren. En ik heb het idee dat ik hem wel heb kunnen helpen om zich weer naar buiten te kunnen richten. Dus de meiden te durven richten, ook de deur weer open te durven doen, zonder bang te zijn van wat er aan de andere kant staat. De aanpak aan beide zijden van de voordeur is een succes. Welzijn Eindhoven komt achter voordeuren die normaal gesproken gesloten bleven. Daar worden resultaten behaald, zodat mensen weer zelfstandig verder kunnen. De opbouwwerker betrekt de buurtbewoner die voorheen thuis bleef bij activiteiten in de wijk. We zijn ook bezig hier in de wijk met een vraag- en aanbodproject. Dat is gericht op informele zorg, dus kijken wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Daaruit is naar voren gekomen ook dat er heel veel mensen behoefte hebben aan wat creatieve activiteiten. Nou, we hebben mevrouw Van Nistelrooy daarvoor benaderd en gevraagd, is het niks voor jou om zo'n creatief clubje te starten? Nou ja, daar zag zij wel zitten. En daar zagen alle mensen zelf ook zitten. Waarbij de insteek van het clubje natuurlijk niet alleen met creatieven is. Er zitten weer een aantal mensen die toch horen bij de groep die ik straks benoemde. Die of in een sociaal isolement zitten of eenzaam zijn. Nou ja, daar ga je mee aan de slag. En het creatieve is dan de werkvorm waar je het mee doet. Samen met andere buurtbewoners aan de slag. Voor mevrouw Van Nistelrooy niet alleen leuk omdat ze graag knutselt, maar ook omdat ze graag zorgt voor anderen. Ik kan het niet al te moeilijk maken, want die vrouwtjes die er zijn, die kennen natuurlijk nog niet zo knutselen. En ik doe het eigenlijk al mijn hele leven, dus dan is het, voor mij is het makkelijk, maar voor hun is het direct. Met de jaarlijkse kerstpakkettenactie levert de hobbyclub een zinvolle bijdrage aan de buurt. Het kleinste doosje, of het grootste doosje wat we konden kopen, dat was 1,25. Nou, daar ging net een pak koffie in. En ik dacht, nou ja, je kan die 1,25 beter in het pakket stoppen als aan de buitenkant voor de verpakking. En toen ben ik naar Lidl gegaan en daar heb ik van die dozen gevraagd. En toen ben ik die doos gaan bekleden aan de buitenkant. En toen zag het er toch al heel wat leuker uit als zo'n bonendoosje. Wat opvalt is dat mevrouw Van Nistelrooy in deze situatie juist goed omgaat met haar budget en durft af te stappen op mensen om iets voor elkaar te krijgen. Zij is eigenlijk op een heel vervelende manier is zij in de schulden gekomen. Een stukje door haar goedhartigheid, maar ook een stukje door het zorgen voor anderen. Ze neemt niet voor niks haar kleinkind in huis. Wat betekent natuurlijk voor haar, met toch een vrij minimaal inkomsten, betekent een aanslag op haar budget. Dus, maar zij is juist iemand die heel erg bezig is om hoe kan ik nou met minimale middelen toch zoveel mogelijk doen. En de kerstpakketactie was daar een voorbeeld van. Aan beide zijden van de voordeur. Een aanpak die werkt. Mensen betrekken bij de wijk met doelgericht opbouwwerk. Een integrale aanpak, samen met belangrijke partners zoals de gemeente en de woningcorporaties. We hebben veel meer mensen met meervoudige problematieken bereikt als in het verleden eigenlijk. Dus daar zijn hele duidelijke resultaten op behaald. Welzijn luistert, helpt en zorgt dat deuren weer opengaan. Het belangrijkste wat mij gewoon de laatste jaren is overkomen is het feit dat ik door Roos en haar organisatie geholpen ben om weer als een volledig mens aangezien te worden door de rest van de maatschappij. Met als resultaat dat mensen weer zelfstandig vooruit kunnen. Kijk, de hulpverlening is vaak gericht op dat kan iemand niet, dat kan iemand. Nou, ik vind het juist uitdagend om te zoeken bij mensen. Wat kan iemand nou nog? En niet te denken in problemen, maar te denken in kansen. Daar haal ik mijn energie uit. En wie zelfstandig vooruit kan, heeft een toekomst om naar uit te kijken. Ik hoop dat ik nog zoveel tijd krijg dat ik ze echt helemaal zie opgroeien. En dat ze zegt allemaal dat ze in de kinderen iets met kinderen wilt gaan doen. Dus ik hoop dat het allemaal lukt. Ik denk dat ik een combinatie van werken en eigen bedrijf ga doen. En dat wel rond computers en ICT.